Er is al jaren een tekort aan woningen. Gelukkig wordt er hard gewerkt aan oplossingen hiervoor. Bij De Meeuw bouwen zij modulaire woningen op een circulaire manier en dat maakt het bouwproces een stuk duurzamer. Modulair bouwen, dat is ja, heel plat gezegd eigenlijk meer van hetzelfde. En omdat je het dan bij elkaar voegt, kan je het in een productieproces, in een fabriek, kan je het bouwen. Dus niet op de bouwplaats wat met traditionele bouwen gebeurt. Je hebt ook geen uitval van dagen en het kan veel compacter met mensen die je nodig hebt in dat proces. Het voordeel van de modulaire bouw is ook de flexibiliteit. Je kan allerlei soorten gebouwen maken, zoals ik net ook aangaf. En omdat je het productieproces zeg maar, in een fabriekshal gewoon kunt uitvoeren, gaat dat met een grotere snelheid dan gewoon traditionele bouw. Veel grotere snelheid zelfs. De faalkosten zijn ook eigenlijk nihil. Modulaire bouw zeg maar, is duurzaam, omdat je dus geen verspilling van materialen hebt. Gebouwen kunnen als zodanig teruggehaald worden en opnieuw ingezet worden voor het productieproces van modulaire woningen / gebouwen. Alle modulaire gebouwen kun je hergebruiken en dus ook verplaatsen. Soms in zijn geheel, soms in stukjes. Maar dat betekent ook dat je ze niet alleen van de buitenkant, maar ook van de binnenkant heel makkelijk kunt verbouwen en allerlei nieuw gebruik. De technische levensduur van een modulair gebouw is eigenlijk hetzelfde als van een traditioneel gebouw, want ze passen gewoon binnen de vergunningen. Dus bijvoorbeeld 50 jaar. Maar omdat ze her te gebruiken zijn, spaar je ontzettend veel CO2, ook heel veel bouwafval, overlast op de weg. Daardoor zijn er heel veel voordelen aan modulair bouwen. Modulaire bouwers zijn vaak al verder geautomatiseerd dan traditionele bouwers, doordat je heel veel processen in de fabriek kan doen. Maar modulair bouwen kan ook nog verder ontwikkelen door bijvoorbeeld verder te gaan met robotisering. Maar ook aan de kant van de ontwerpprocessen kan verder geautomatiseerd worden. De kracht van modulaire bouw is dat alle concepten eigenlijk al uitontwikkeld zijn. Daardoor kan je met een configure-to-order systeem al die concepten samenvoegen en nou, misschien binnen een uurtje wel je eigen woning samenstellen. En als je dan je woning hebt samengesteld, weet je meteen wat de kosten zijn, wordt er een plan voor je gemaakt en zit er ook een contract bij. Modulaire gebouwen van nu zijn zo modern dat zij al voldoen aan de eisen van 2030. Wil je hier meer over weten? Kijk dan nu op onze website.